Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een home tour filmen. Ik woon al een jaartje op mezelf en dit huisje deel ik met een vriendin van mij. Op dit moment is ze niet thuis, dus ik kan lekker uitgebreid een home tour filmen. Een jaar geleden heb ik dus ook een verhuisserie opgenomen. Daarin had ik ook een klein beetje het huis laten zien. En ik heb ergens na de zomervakantie ook al een room tour geüpload. Dus mocht je die al hebben gezien, dan weet je al ongeveer hoe het allemaal eruit ziet. Maar het leek me gewoon leuk om het weer vast te leggen, want het huis is al een beetje in de kerststemming. Dus mocht je benieuwd zijn hoe het eruit ziet, kijk dan vooral verder. Laten we in de hal beginnen. Hier hebben we de kapstok en hier hangen als het ware al mijn jassen. Het zijn op dit moment voornamelijk winterjassen. Lekker veel. En hier hebben we een boodschappentas met allemaal tasjes erin. Dus dat is super handig. En hier beneden heb ik een schoenenrekje. En dit zijn ook mijn schoenen. En nu vraag je waarschijnlijk af, maar ja, waar zijn de schoenen van je huisgenoot? Die liggen allemaal in haar kamer. Dus dit is mijn eigen plekje. Als we even omdraaien, dan hebben we hier mijn kamer. Maar dat bewaren we voor het laatst. We gaan eerst naar de badkamer. Dit is onze badkamer. Ik ben er echt heel blij mee. Hij is gewoon prima. Dit is de spiegel. En dan hebben we hier mijn gedeelte. En de wasbak. En hieronder is ook iets van mij. Het is niet mega erg opgeruimd, maar het is prima. Ik kan het wel heel netjes gaan opruimen, maar elke dag wordt het weer een troepje. Dus ik laat het gewoon zo. Dan hebben we hier een wasmachine. Dit is een wasmachine en droger in één. Super handig en er zit al vuile was in. Dus ik ga straks even een wasje draaien. De wasmand die overvol is, dus vandaag wordt wasdag. Hierboven hebben we handdoeken en wasmiddel en zo. En dan de douche met een hele mooie douchekop. En hier zijn onze douchespulletjes. Dan hebben we natuurlijk ook een wc. En zelfs in de wc staat een kerstboom. Speciaal voor deze video heb ik hem even aangezet, maar normaal gesproken staat hij uit. Anders is het ook zonde, maar kijk hoe gezellig. Oké, dit is onze mooie wc. Is ook handig om te hebben. Dan hebben we de keuken. Heel clean. De koelkast. Ik heb eigenlijk geen idee of we veel eten hebben. Nee, onze koelkast heeft niet echt mega veel inhoud. Gewoon standaard dingetjes. Dit is de vriezer. Dit is wel echt een nadeel dat we een mini vriezer hebben. Maar ja, beter iets dan niets. Maar vanmiddag moet ik nog even wat boodschappen doen. Dus dan wordt dit wel weer aangevuld. Ik ga niet alle kastjes met jullie delen. Maar misschien is dit wel even leuk om te laten zien. Dit is ons eten. En het chillen is dat ik samen met mijn huisgenoot gewoon het eten delen. Soms hebben we wel onze eigen dingetjes. Maar vaak delen we wel dingen zoals pasta of rijst. Of ja, peper en zout. Zulke dingen dat delen we gewoon een brood. En stel we willen iets wel voor onszelf, dan zeggen we dat ook tegen elkaar. Dan is dit misschien ook wel leuk om te laten zien, want wij hebben echt een mokverzameling. Dit is nog niet alles, want een deel zit ook in de vaat of is in gebruik. Maar we hebben best wel veel mokken voor twee personen. Maar we drinken ook heel veel thee, dus dan vind ik dat het wel mag. Dan wordt het tijd om de woonkamer te laten zien. En zoals jullie kunnen merken, staat de kerstboom al. Ik word echt super, super, super blij hiervan. Oké, we hebben hier het chill gedeelte. Waar ik echt heel veel van de tijd op spendeer. En ik heb hier even mijn laptop liggen, want ik ga straks aan school. Maar dit, met wat kussens. 9 van de 10 keer liggen die kussens op de grond. Maar nu liggen ze lekker netjes op de bank. Boven de bank hangt een, ja, een soort van schilderij, poster van een gracht in Amsterdam. En naast de bank hebben we een zitzak waar we soms op zitten. En in de vensterbank hebben we heel schattig dit staan. Super cute. Dan wordt het tijd om de boom te bewonderen. Deze hadden we vorig jaar gekocht bij de Action. En bijna alle spulletjes in de boom komen ook van de Action. Behalve dit mooie ding, want die is van Primark. Dan hebben we ook een tv.
waar we eigenlijk niet mega veel gebruik van maken. We kijken alleen tv als we iets van Netflix op hebben staan of YouTube kijken. Dan hebben we een tafeltje en op dit moment staat er een mini kersenboom en mijn kopje thee van vanochtend. En wat kaarsjes, want nu het najaar is, is het zo gezellig om in de avond kaarsjes aan te hebben. Dus dat staat er ook op. En dit schaaltje. In de huiskamer staat ook een kast. En deze kast delen wij ook. En de linkerkant is van mij. Hier heb ik wat accessoires staan. En dit is de inhoud ervan. Het is een klein rommeltje. Ik moet dit nog een keer gaan uitzoeken, maar... ja, voor nu ziet het er zo uit. En bovenin heb ik ook nog wat spulletjes. Bijna vergeten, maar we hebben hier ook nog een stoel staan. Normaal gesproken staat deze stoel in die hoek. Maar daar kan hij nu niet staan vanwege dit mooie ding. Dan hebben we ook nog een eettafel. En om eerlijk te zijn, maken we hier eigenlijk niet echt gebruik van. Maar het is wel handig om dit te hebben. Ons wasrek. Nog een mooi schilderij. Poster iets van Amsterdam. En we hebben hier een adventkalender van Sarah. Deze is van Rituals. En hij is zo ontzettend leuk. Hij heeft zelf lichtjes erin. En dit is Sarah's kant. Sarah is trouwens mijn huisgenoot. Mocht je dat nog niet door hebben gehad. Maar dit zijn dus haar jassen. En ja, dit is gewoon leuk gedecoreerd. Een beetje random, maar wel kerstig. En dit is trouwens Sarah haar kamer. Alleen, ja, ik ga dat niet laten zien, want dat is haar privacy. Dus we gaan wel over naar mijn eigen kamer. Aan de binnenkant van mijn kastdeur heb ik een kerststok hangen. Deze heb ik echt al jaren en het is echt een van mijn favoriete kerstitems. En daarnaast heb ik een badjas en een ochtendjas. En dan is dit mijn kamer. Misschien is het al een beetje bekend voor jullie, misschien niet. Het is niet mega groot, maar... het past wel allemaal. Mijn kamer is niet echt veranderd ten opzichte van mijn vorige roomtour. Maar het is wel wat kerstelijker. Nou, we hebben hier mijn spiegel. Ik kreeg heel vaak de vraag waar die vandaan komt. Hij is volgens mij van de Xenos. En heb ik hem online besteld. Maar ik weet het niet meer 100% zeker. Maar ja, hieronder heb ik een mand. En de mand is van de Action. Naast mijn spiegel heb ik een nachtkastje. En dit staat er op dit moment op mijn nachtkastje. Een lamp van de IKEA. Sieradenkistje met ook daarop nog wat sieraden. Dit is ook ja, een kerstelijke accessoire. Mijn drinkfles en mijn kast zelf. Dit is de inhoud ervan. Ik ben over het algemeen best wel een opruimfreak. Maar ik merk dat ik het niet opgeruimd kan houden. Dus het is altijd wel een ja, kleine troep. Zo. Dit is mijn favoriete gedeelte van mijn kamer. En op dit moment ja, is het een beetje een combinatie van wat er al stond. Plus wat kerstitems. Zoals dit leuke ding. Wat kerstverlichting. Starbucks beker. Ik kan me echt herinneren dat ik vroeger zo vaak Starbucks bekers in mijn kamer had. Dus ja, om dat een beetje terug te brengen heb ik het nu weer gedaan. Dit is eigenlijk een kerstkaart, maar ik vond hem te leuk. Dus ik heb hem gewoon ja, als decoratie gebruikt. Dan hebben we hier nog wat dingen. Ja, het is niet heel erg veranderd. Maar ik heb gewoon wat leuke dingen erbij toegevoegd. Dan hebben we mijn bureau. Op dit moment branden er twee kaarsjes. Ik wilde wat gezelligheid in mijn kamer. Dan hebben we hier een mandje met mijn parfums en zo. Bloemetjes en een doosje. En daarin zitten mijn zonnebrillen. Dan mijn computer. Daar maak ik ook dagelijks heel veel gebruik van. En naast mijn computer hebben wij mijn adventkalender voor dit jaar staan. Ik heb er eentje van Clinique. Het design ervan vind ik best wel cute. Alleen het past niet bij mijn interieur. Maar ik heb er geen ander plekje voor. Dus hij staat hier een beetje random. Dit hoekje is echt gewoon saai als je het vergelijkt met dat hoekje. Maar ja, het is eventjes niet anders. Dan mijn bureau. Onder mijn bureau heb ik een mand met allemaal ja, troepjes. Random spullen die eigenlijk geen plekje hebben. En dit is eigenlijk niet echt veranderd. We hebben hier een la met al mijn make-up spulletjes. En mijn spiegel, die overigens heel erg smerig is. Oeps. Maar ja, dat zit daar. Oh, hij kan niet dicht.
lekker overvol. En hier hebben we wat, ja, kantoorspulletjes. Mijn pennen, highlighters, een externe harde schijf, random handschoenen, oké. En hier hebben we ook nog allemaal spullen. Het is gewoon een beetje overvol, maar ja, ik moet het er maar mee doen. Oeh. Dan mijn bed. En op dit moment liggen er 3 knuffels op mijn bed. Deze knuffel heb ik al best wel lang. Deze komt van de IKEA. Deze heb ik zeer recent gehaald. En dit is niet zomaar een knuffel. Je kan deze namelijk opwarmen in de magnetron. Het heeft van die, ja, speciale pitjes erin zitten. Kijk hoe cute. En dan heb ik deze ook niet zo lang geleden gekocht bij de Action. En dit is een alpaca. Dus happy knuffelfamily hier. Ik heb eigenlijk niet echt nieuwe kussens de laatste tijd gekocht. Maar ik vind het nu wel prima uitzien. Het dekbed overtrek is trouwens van de Primark. Boven mijn bed heb ik 2 schilderijen / posters hangen. Deze heb ik al een tijdje. Ze zijn van Decennio. Het is een beetje aan de saaie kant. Ik vind ze net, zeg maar, te klein voor hierboven. Maar ik vind het eigenlijk wel prima. Het is wel oké. En aan de andere kant van mijn bed heb ik nog een nachtkastje. Alleen deze is niet mega erg gevuld. Alleen het bovenste laadje en de rest is, als het goed is, leeg. Ik zal straks vertellen waarom dit leeg is. Maar bovenop dit nachtkastje heb ik deze 3 dingen staan. Een verhogingtje van de IKEA. Een klok die het jammer genoeg niet doet. Want volgens mij is hij stuk en pakt hij de batterijen niet. Heel vreemd, maar hij ziet er wel leuk uit. En een lichtgevende kerstboom. Ik begin een beetje buiten adem te raken door al dat gepraat. Maar dit weten jullie misschien nog niet. Maar in het nieuwe jaar gaat mijn huisgenoot eventjes weg. En in die periode dat zij weg is, komt mijn vriend hier voor een klein tijdje wonen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. En vandaar dat ik wat ruimte vrij moet maken. En ben ik langzamerhand, ja, dit nachtkastje gewoon helemaal leeg aan het maken. Zodat hij er gebruik van kan maken. Het is een beetje gek. Officieel is dit huis voor 2 studenten / personen bedoeld. Maar ja, straks moet mijn vriend in mijn kamer komen wonen. Of slapen. Dus ik ben daar heel erg excited over. Superleuk ook. Alleen een beetje gek. Want wat nu eigenlijk allemaal van mij is, al die ruimte, dat moet ik gaan delen. Maar ja. Hey, het is allemaal leuk en positief. En het maakt me helemaal blij. Maar we zijn nog niet klaar met mijn roomtour. Want we hebben hier nog mijn kledingkast. Bovenop mijn kledingkast heb ik 3 dozen. Daar zitten onder andere zomerkleding in, tassen en random spullen. En hier hebben we mijn kast zelf. Bovenin hebben we mijn truien. Hier hebben we ondergoed en sokken. Lekker opgeruimd, not. En dan hebben we hier broeken, rokken en zulke dingen. En onderin hebben we een mand met wat overige truien en de toilettas van mijn vriend. Gewoon, ja, het is niet echt mooi opgeborgen. Ik wil het eigenlijk opnieuw gaan indelen. Maar ik denk dat het handig is om dat later te doen. Als ik weet dat mijn vriend hier dus komt intrekken. Dan weet ik eigenlijk beter hoeveel ruimte ik moet afstaan. Maar voor nu is het nog allemaal van mij. Nou, hier hebben we nog meer ruimte. Met allemaal andere kledingstukken. Zoals je kan merken heb ik best wel veel zwarte items. Ik heb het geprobeerd om het een beetje op kleur te sorteren. Het is me aardig goed gelukt. Bovenin hebben we nog wat andere schoenen van mij. En ja, dit is ook nog een klein troepje. Moet ik ook nog een beetje organiseren. Maar voor nu is het prima. Hier hebben we nog een tasje hangen. En daarachter mijn riemen. En hier hebben we nog een tas met nog meer tasjes erin. Maar deze haakjes vind ik echt super handig. Want zo kan ik nog meer dingen opbergen. Zo. Nou, dat was dan mijn home tour. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het best wel lastig om het vast te leggen. Want voor mij is alles zo normaal. En ik weet niet wat jullie interessant vinden om te zien. Dus ik heb de highlights van mijn huisje met jullie gedeeld. Ik vind het zo gek. Ik woon dus nu al een jaar op mezelf. En het is gewoon raar. Ik vind het leuk, maar raar. En
vind het ook super leuk dat ik een huisgenootje heb. Dat we dus ook wel regelmatig tijd met elkaar kunnen spenderen. Voor de rest ben ik benieuwd wat je ervan vond. En wat jouw favoriete onderdeel van mijn kamer of van mijn huis was. Ja, dit was het dan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!